Westerlo met een overtal. Dan komt Boho. Na zijn blessure weer onder de levende. En laat die bal schieten. Bewust tot in de voeten van de man. Van der Brugge. Boho. En de goal is gemaakt. Jan Boho. 15 seconden geleden lag hier nog de kermen van de pijn op de grond. Ja, dat viel allemaal kennelijk mee. Dat is nu wel duidelijk. In de reguliere competitie kwamen ze hier nog binnen. Hier had Griffinho eigenlijk misschien de gelijkmaker kunnen maken. Had te veel oog voor Tuur Dirks. Dan leiden ze daar in het middenveld. Balverlies van der Brugge in de recuperatie. Botic maakt de oversteek samen met Somers. En dan is daar ineens Bo, die over de bal stapt bewust. De man legt in de voeten van der Brugge. Die raakt hem half, maar dat is wel een assist. Voor de aanvoerder van Cercle Brugge. En Jannik Bo met zijn derde van het seizoen. Die hem voorbij Gillekes kan tikken. Die er wel nog aan zit met de handschoenen. Gillekes, beste man bij de Kempense ploeg.